Hallo mensen, top ze kijken naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Rodney en ik ben hier vandaag in de enige echte Call of Duty Black Ops 3 op de map Combined Team Deathmatch met mijn mooie specialist Overdrive. En waarom ben ik hier? Omdat ik vandaag met de Enforcer ga spelen en mijn mooie K44. Kijk hier even naar mijn mooie clash. We gaan het Team Deathmatch potje spelen en als het een beetje lekker gaat, dan is dat gewoon heel mooi. Het is eigenlijk de bedoeling dat ik zoveel mogelijk met dit wapen speel in de teammate ga niet. Oh, we gaan niet met z'n allen op één plek staan. Dat gaat nooit goed. Dat garanderen gewoon. Dat kan ik ook echt garanderen. Teammates, overleven jullie dit daadwerkelijk niet? Oh wow, teammates. Oh, daar moet ik weg. Oh. Teammates, staan jullie allemaal hier? Oh, waarom teammates? Fuck yo. Oh, dankjewel teammates. Ik was hem even... Teammates, ga niet allemaal daar campen. Oh mijn god. Maakt het oprecht wel een beetje vervelend dat al mijn teammates campen. Surprise! Oh wow, wat stond ik? Ik zat vast, wat? Ik weet het ook niet. UAV inbound. Oké. Oh, hallo. UAV inbound. Prachtige kill, man. Heerlijk. Inbound. Niet doen. Oh, hi. Hij stond achter mij, dat is helemaal prima. Ik vind het hartstikke prachtig zelfs. Oké, er komen er sowieso een paar van de vier. Minimaal één. Er zitten enemies. Oké, opletten. Oké. Hier is al iets vast. Niet campen. Fuck jullie. Ready for tasking. UAV awaiting orders. Ga ik al teammate? Nee, teammate, je verpest het. Dispatch resupply. Oh, teammate. Dat ging wel even lekker, oprecht. Oh, wat heerlijk. Gewoon even slaan, even knallen. Dat is wel leuk op short range. Met, op een map is combined, dat ook helemaal perfect. Wat hebben we? Guardian. Al zeker. Wat hebben we hier voor moois? Mooie HXD. Ik had oprecht niet verwacht dat ik deze scorestreaks überhaupt zou halen. Het zijn niet hoge scorestreaks ofzo, maar oh. Ja, gaat het serieus kapot schieten? Vind ik niet zo nice eigenlijk. Oh, mooi kill, mooi kill. Eerlijk, mooi kill. Eigenlijk wil ik dat we aan deze kant blijven. Waar ga ik dat ding neerzetten? Ik denk dat ik hem in het andere huis aan die andere kant ga neerzetten. Dat lijkt me een goed plan eigenlijk. Oh, ik had gehoopt dat ik op die wall kon, maar dit gaat zo niet lukken, jongens. Ik ben wel gewoon derde. Wauw. Oké. Mag ik nu lopen? Dankjewel. Ik zag hier al iemand lopen net. Nee. HCXD, ready for deployment. Oké, waar is iedereen? Waar is iedereen? Guardian active. Het zal wel. Hij staat mij daar mooi. Ah, die verpest het. Ik wacht gewoon achter hem aan lopen en gewoon een beetje kloten. Oké, we pakken deze erbij. Van die mooie scorestreaks, prachtig. Bam. Hup. Bam. Ah, ik sluit recht in hem gewoon.
Ik ben nog steeds netjes tweede hoor, dus ik denk dat ik het goed doe. Ik weet het niet anders. Oh wauw, oh hij stond wel die. Ik vergiste me. Foutje. Oké. Be advised, hostile UAV incoming. Hostile care package overhead. Oké. Wachten. Hostile health source. Nee! Oh, ik wou switchen, ik wou de sloop, maar dat was net niet. Prachtig. Oké, die ziet mij al lang. Oh. Friendly UAV inbound. Oh. Oh, nou, prima. Ik had even een ratio van 10. Van 2, dankjewel. Prachtig, laat eens kijken. Heb ik hem gemaakt? Nee, oh, een andere melee weapon. Prachtig. Kijken, is dit wat? Prima, kill. Zullen we nog een potje achteraan doen? Ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk. En... zo. Prachtig, ja. Je ziet het bij mij misschien. Als je er een keer op hebt gelet, dan zie je dat ik dit echt 10.000 keer per dag doe. Gewoon omdat ik niks te doen heb. Dan ben ik aan het wachten op de move van dat ding. Of van mijn poppetje. En dan moet ik even klikken. Ik weet dat hier eentje komt. Standaard. En anders ga ik zelf gewoon lopen. Spijt me, man. Ja. Nu weet je ook dat ik deze kant op kom. Denk ik. Ja, prachtig. 1-1. Oké, eerlijk. Eerlijk is eerlijk. Ja, dan even meer mensen joinen. Wetworks neutralized. Zo. Warfighter. Zo. Oh, hij stond direct. Oh, die heb ik helemaal niet gezien. Ik sta ook gewoon eerst van mijn team. Prachtig. Ik snap ook niet hoe dat kan eigenlijk. Hoe kan het dat ik altijd met mijn leeuw heb en ze altijd beter gaat dan de rest? Of in ieder geval echt wel goed gaat. Ik snap dat nooit. Ik weet het niet hoor. Ik vind mijn leeuw heb altijd een stukje moeilijker, hè? Oké. 20 kills. Oké. Spannen ze wel hier? Niet hier? Niet hier volgens mij. Oh goed, ik had nu dat we... oh. Ja, fout van mij. We pakken deze er weer bij. Oh wauw, wat deed ik? Wat was ik aan het doen? Even kijken. Oh, ik sloeg mis. Hij fout. Nee. Nee. Oh, tuurlijk. Hoi. Komt hij met een knife aan? Nee. Ik ga me niet knifen. Oh. Wel? Ik heb direct dat ding geslagen, ik weet het ook niet meer. Ik ga gewoon rennen, hopen dat we dat wat kunnen maken. Hup. Oh. Bruh. Gaat nu iedereen met melee weapons spelen? Op zich wel grappig hoor, dan krijg je echt wel leuke fights soms. Nee. Niet meer. Oh. Ook hallo. Ik hoorde ook al een ripper voorbij komen. We gaan gewoon rennen. Nee. Nee. Dat vond ik oprecht echt gewoon een leuke kill om te maken. Nee. Het leuke is ook dat ik weet hoe mensen reageren. Dat ik soms ook heel erg... ja, een soort van schrik zelfs. Oh nee. Oh shit. Dat ging echt maar net goed. Haha. Dankjewel, Six Sense. Oké, even opletten.
Oké. Oké, opletten. Ik wil even 2 seconden in moeten doen, had het iets meer zin gehad. Nee. Nee. Nee, oh shit. Ik schrok bij dood, man. Oké. Moet even wachten. Oh shit, nee, laat me niet aan de andere kant van. Oh nee, snel naar dat ding toe lopen, Waarschijnlijk ben ik hem kwijt. Ik ben er vanaf gedacht dat ik hem kwijt ben. Hangt die licht hier nog? Nazi! Ik was echt 2 seconden te laat gewoon. Ja, fuck you. Dan kill ik je gewoon nog een keer hoor, doei. Nee! Fuck you. Dat is hij al 3 keer. Oké. Kut! Ik had bijna weer mijn care package. Mijn fout. Ik krijg dat ding wel echt vaak spontaan. Het gaat lekkerder dan ik zelf had gedacht. Dat zeg ik heel eerlijk, ik had echt gedacht dat dit een stuk slechter zou gaan. Kan het ding niet sneller? Kan wel. Surprise. Oh. Oké. Is hier naartoe? Even kijken. Zat er niemand? Oké, en door. Oh, wie staat daar? Staat daar gewoon een. Ja, ik had het niet eens gezien. Mijn fout. Friendly HCXD deployed. Oké, dat wordt hem niet. Oh! Ik sta nog steeds bovenaan in het team, hè? Het gaat helemaal nergens over dit. Nee. Ha. Nee, teammates! Oh! Het gaat helemaal nergens over, toch? Nee. Ik hoor een HCXD achter me, maar ik weet niet waar het ding is. Oh shit, ik schrok me dood, man. Oh, daar gaan we. Prachtig. Geen KD van 2 deze keer, maar ik vind het prima. Ik ga eerst nu in plaats van een tweede, dat bevalt me al iets meer. Ik ga gewoon beter dan ook de eerste van de enemies. Bam! Geen gravity spikes in deze lobby, dit is toch duidelijke taal. Ik hoef niet meer uit te leggen, denk ik. Nee. Prachtig. That's right. I'm your worst nightmare in the TOO. Ik vind dit echt één prachtig ding. Gewoon die gravity spikes, bam, in de vloer en dan is het helemaal klaar. Ik vind het hartstikke prachtig. Kan je nog een leuk dansje? Prachtig. In ieder geval jongens, als jullie van deze video genoten hebben van deze 2 potjes, want ja weet je, ik kan ook domination spelen, maar ik vind het eigenlijk een stuk leuker. Want dan heb je niet al die hoge cut score streaks van iedereen, dus. In ieder geval als jullie van deze video genoten hebben, doe even een blauw duimpje omhoog. Als jullie ook zin hebben in de nieuwe Call of Duty, ik in ieder geval wel. En ik hoop jullie ook. Als jullie willen dat ik gewoon lekker de nieuwe Call of Duty ga spelen, wat ik sowieso ga doen, dat echt, ik beloof dat jullie. Laat dan zeker even een blauw duimpje omhoog achter. En als jullie willen dat ik gewoon lekker oude Black Ops blijf spelen, dus ja, de Black Ops 3 versie, dan gaan we dat ook lekker doen. En als jullie ideeën hebben waarvan jullie zeggen van, nee, doe die class of ik laat een bepaalde class achter, doe dat gewoon lekker. Ik vind het hartstikke prima, we doen lekker mee. En dan zeg ik in ieder geval iedereen hartstikke bedankt voor het kijken, zeg ik tot de volgende keer. En dus laters, dag en doei.